Kijkers, de heer Raghubar Bijay Kumar heeft in verband met zijn 60ste jaardag ook gedoneerd aan minstbedeelden. Hij maakte 12 levensmiddelenpakketten klaar om via 1 voor 12 te verstrekken. En dat ging volgens het volgende verslag zo aan toe. Kijkt u maar mee. U ziet mij staan hier voor het gebouw van 1 voor 12. Wederom een donateur die 12 levensmiddelenpakketten voor ons gebracht heeft. Meneer, mag ik u namens de gemeenschap danken? En mag ik ook weten waarom u dit gedaan heeft? Zo, ik ben meneer Raghubar Bijay Kumar. En wonen aan de Kwattaweg. Vandaag word ik 60. Wauw. En dit voorstel is ook van mijn dochter gekomen dat papa dat we iets doneren aan de armen ook. En daar ben ik met die voorstel spontaan mee gewerkt. En dat is vandaag wat we hebben, heb ik meegenomen voor die armen ook. Zeggen 1 voor 12 heeft een donatie gekregen van een jarige meneer die 60 jaar geworden is. Die heeft ons wat pakketten gegeven om te schenken aan sociale zwakkeren. U bent op de lijst geplaatst en wij hebben gedacht dat u er dan heel blij mee zal zijn. Nou, hij wordt nog van harte gefeliciteerd en Gods rijke zegen aan hem toegewenst. Ik zal wel goed gebruik daarvan maken, jij bent echt blij. Ik heb aan het begin van deze uitzending gezegd dat Surinamers om elkaar geven en elkaar hoe dat ook ondersteunen. Mevrouw Marengo mocht na jaren zoeken naar een gepaste rolstoel eindelijk eentje in ontvangst krijgen met tussenkomst van 1 voor 12. De heer Plak heeft deze stoel gedoneerd en het paste precies bij de behoeften van mevrouw Marengo. Kijk en luistert u maar mee. Meneer Plak, ik ken u niet. Ik ben u heel dankbaar. Was u dicht bij mij, had ik u een echte brassa gegeven. Meneer, want het is al jaren dat ik op zoek ben naar een rolstoel. Ik krijg me dat zijn klein. Meneer Plak, heel hartelijk bedankt voor deze donatie. Dan kan ik weer een beetje uit het huis gaan. En zondag zit ik zeker weer in de kerk. Dank u wel. Ook namens Stichting 1 voor 12 wensen wij u veel plezier met uw prachtige rolstoel. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Vismalen kent me niet, maar mis Sabing. En schreef me bodje van Biggie Brasa. Want ik denk dat hij een hart heeft, net zo'n hart heeft, als ik heb. Anderen helpen is ons motto. Maar we hebben geen geluk, want meestal helpen we, maar we krijgen niet terug wanneer wij nodig hebben. Alsjeblieft. Meneer Vismalen, heel hartelijk bedankt. Gaat u door met het werk dat u doet.